Yo, what is up motorrijders en andere mensen? It's your boy, Fayamiro. En vandaag bespreken we 5 apps die je nodig hebt als motorrijder. Let's go! We beginnen bij de navigatie. Sowieso als motorrijder, soms wil je ergens heen en je weet de route niet. Ik heb daar altijd Google Maps voor gebruikt. En ik vind dat heel relaxed. Je hebt daar wel of een communicatiesetje voor nodig, zodat je kan horen wat Google Maps je vertelt. Linksaf, rechtsaf, rotonde, zoveelste afslag. Of een SP Connect of een remmount of een andere manier om je telefoon aan je stuur of op je motor vast te maken waar je hem kan zien. Zodat je weet waar je heen moet. Je kan Google Maps ook gebruiken om mooie routes te vinden. Wat ik vaak doe is gewoon een bestemming kiezen. En dan tik ik op snelwegen vermijden en dan krijg je lekkere routes binnendoor. Er zijn hier wel speciale apps voor die dat beter kunnen. Maar ik kom al heel ver met Google Maps. Het fijne aan Google Maps vind ik ook dat je ook gewoon vanuit Google, als je iets googelt, meteen kan klikken op route en dat je er naartoe gaat. Ja, laten we doorgaan naar nummer 2. Op nummer 2 heb ik staan social media apps. Het klinkt misschien een beetje raar, waarom heb je dat nodig als motorrijder? Dat zal ik uitleggen. Kijk, de eerste, en trek dit even door naar ook de camera op je mobiele telefoon, niet per se social media. Maar ik vind het heel fijn om herinneringen te maken. Dus ik maak foto's, video's en die bewaar ik allemaal voor later. Of om te delen met mensen. Wat ook heel fijn is, is als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, en daar heb je grote Facebookgroepen voor. Bijvoorbeeld Wie Rijdt, daar kan je in de gaten houden wanneer er gereden wordt, wanneer er dus ride-outs zijn. Maar je kan daar ook vragen stellen over allerlei motorgerelateerde topics. Dus ja, daar heb ik Instagram voor en Facebook en so on. Let's go on to the next one, nummer 3. Op nummer 3 heb ik een app die je gaat helpen om geld te besparen. Je hoort het goed. Geld besparen. Yes. De meeste motorrijders, die rijden ook auto. Die hebben ook een auto naast de motor. Dus dat is al kosten genoeg. Wat ik doe om kosten te besparen is de app Tanky gebruiken. Nou, je hebt ook andere oplossingen zoals de Tank app van de ANWB. Daarmee kan je kijken waar bij jou in de buurt je goedkoop kan tanken en welke brandstoffen bij die pomp beschikbaar zijn. Je kan ook meteen op Go klikken of op de route en dan krijg je een open Google Maps zich en dan kan je weer geleid worden naar je tankbestemming. En we gaan door naar nummer 4. En daarmee kan je nog meer geld besparen. Op nummer 4 heb ik Flitsmeister. Ja, zeer zeker. Hiervoor heb je wel sowieso geluid nodig in je helm. Dus dan een Sena setje, een Cardo setje, oordopjes. Maakt niet uit wat je doet, maar je moet er geluid voor hebben die verbonden is met je telefoon. Wat er namelijk gebeurt als je de Flitsmeister app aan hebt staan, is dat hij een alarm geeft op het moment dat je dichtbij een flitser komt, of een radarcontrole, of een afgesloten rijbaan, of you name it, Flitsmeister waarschuwt je daarvoor. Het kan je natuurlijk heel veel geld besparen. Wat je ook kan doen met Flitsmeister is hem automatisch laten opstarten als je verbinding maakt met een bepaald apparaat. Ik heb bijvoorbeeld ingesteld dat zodra ik mijn Bluetooth communicatiesetje aanzet en die verbonden is met mijn telefoon, staat Flitsmeister automatisch op, zodat die altijd draait als ik mijn Bluetooth setje aan heb staan. Zo vergeet ik nooit om hem aan te zetten en krijg ik niet onnodig veel boetes thuisgestuurd. Maar natuurlijk, de beste oplossing om geen boetes te krijgen is gewoon je gedrag in het verkeer, rustig rijden, iedereen voorrang geven die daar, you know, je hebt een rijbewijs. Oké? Naast deze handige functies heeft Flitsmeister ook nog een routeoptie. Dus als je hem op je stuur zet of op je SP Connect of je grip, dan kan je dus ook de route volgen. Het enige wat Flitsmeister nog niet doet, tenminste ik heb het niet vandaag nog gecheckt, maar de laatste keer dat ik checkte, gaf hij geen gesproken meldingen. Dus die zijn niet hier linksaf, hier rechtsaf enzovoorts.
Ja? Laten we overgaan naar app nummer 5. Ik heb de belangrijkste voor het laatst bewaard. En dat is natuurlijk een weer-app. Als Nederlandse motorrijder of motorrijder in Nederland, noem het hoe je het wil noemen, ga je dit nodig hebben. Ik gebruik en zweer bij Buienradar. Buienradar heeft mij nog nooit voorgelogen, heeft me ook nog nooit in de steek gelaten. Ja? Dit is heel handig voor de quote-unquote mooi weerrijders, want zo kan je zien of er wel of niet regen komt en dan ga je wel of niet rijden. Ja? Ik ben iemand die altijd rijdt, regen, wind. Ja, als het echt sneeuwt of echt glad is op de weg, dan probeer ik het te mijden. Maar meestal rijd ik wel een beetje het hele jaar door. Wat ik wel doe is, als ik de keuze heb, je kan hier zien, als je de app opent, dan zie je dus de pieken en de grafieken wanneer het wel en niet gaat regenen. Als ik nou voor die piek op mijn bestemming kan zijn, dan ga ik nu vertrekken. Of ik wacht even tot die voorbij is. Want ik ga natuurlijk niet onnodig in super zware weer rijden als het niet hoeft. Verder geeft hij ook een alarm. Dan kan je gewoon instellen dat hij echt een alarm geeft als er zwaar weer op komst is. Super handig. En ja, het is eigenlijk alles wat ik jullie wil vertellen. Ik ga deze video ook niet onnodig langer maken dan nodig. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video vet? Gooi even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het vandaag! En dan zie ik je graag weer in de volgende video. Dus dat is mijn app nummer, waar zijn we? Ik weet het even niet meer, maar we gaan door. Heb ik nog iets gemist? Drop het even in de comments hieronder. Als er nog meer applicaties zijn die handig zijn op je telefoon als motorrijder, laat het me vooral even weten. En dan zie ik jou in de volgende video.